En nu, want je bent heel succesvol op dit moment. Levert het ook een beetje geld op eigenlijk? Ja. Hoe rijk ben je? Hoe rijk ik ben? Ik kan VVD. Wat levert het allemaal op? Ja. Laat ik het zo zeggen. En dan in financiële zin, want je bent denk ik als persoon rijk, maar het gaat even om... Ja. Je kan er gewoon goed van leven, zeker ja. weten. Maar hoe werkt dat met vlogs? Ik heb er helemaal geen idee van. Hoe werkt dat commercieel dan? Dat je daar... Je hebt zeg maar, ten eerste krijg je een inkomen van YouTube. Dus die betaalt jou omdat er reclames en advertenties komen voor je video's, tijdens je video's. Maar hoe gaat dat dan? Bel jij YouTube van ik ga vlogs maken, nee, kunt u mij betalen? Jij kan ook een YouTube-partner worden, dus dan kan je gewoon aanmelden. Maar dan bel ik YouTube en dan zeg ik ga vlogs maken. Nee, je hoeft niet eens te bellen. Het is gewoon een paar knopjes dat je moet indrukken. Via alles is via de computer, letterlijk iedereen. Okay. En dan op een gegeven moment gaan ze dan kijken of jouw kanaal daarvoor in aanmerking komt, omdat je geen gekke dingen op je kanaal hebt en dat soort dingen. Nou, dan kan je inkomsten verdienen, want dan plaatsen ze advertenties zeg maar voor je video's, tijdens je video's. Zij pakken een percentage daarop en ze geven jou een percentage. Vreselijk irritant natuurlijk al die video's ervoor. Ja, maar ja, sommige kun je wegklikken na 5 seconden, sommige moet je een half seconde wachten. Ja, maar er zijn altijd slechte reclames die je niet kan wegklikken na 5 seconden. Ja, heb je een trucje voor, hè? Het werkt niet altijd, maar als je de pagina dan heel snel ververst, schijnt het zo te zijn dat die wegvalt. Oké. Okay. Niet altijd, maar 9 van de 10 keer wel. Bij jou wel? Ja, of je gebruikt adblocker. Dat is een app, dan blokkeert hij alle... Maar dan kun je wel nog steeds in jouw vlogs kijken. Ja, tuurlijk. Dat ga ik proberen dan. Maar in ieder geval, dat wist ik niet. Maar dat is zeg maar een maar dat is inkomsten. Dat zijn inkomsten, daar kan je van verdienen. Maar dat is niet iets waarvan Maar stel dat minder mensen jouw vlogs gaan volgen, gaat dan ook die inkomsten naar beneden? Ja, dus het werkt echt zo. Dus daarom heb ik altijd in mijn hoofd gedacht van, ik wil dit veel breder aanpakken. Ja. Dus ik wil niet alleen denken van YouTube is alles. Ik wil ook dingen met tv gaan doen. Want je hebt nu 2 dagen radio. Dat levert ook gewoon een salaris op. Ja, tuurlijk. Dus dat. Ik doe ook nog 1 keer in de week zit ik bij First. Dat levert ook inkomsten op. Daarnaast heb je nog af en toe hele toffe campagnes die voorbij komen. Daarnaast probeer ik ook zoveel mogelijk met bijvoorbeeld de gemeente samen te werken. Gemeente Den Haag heb ik ook wel eens wat meegedaan. En zo wil ik eigenlijk... Ook met Van Aertsen al, of niet? De burgemeester? Nee, nog niet met hem. Hij gaat nu weg. Wel met de wethouder. Welke? Rabin. Oh ja, Baldessing. Ja. Okay. Ja. Dus, en waar ging het over? Het ging over het Eskom Festival. Oké. Okay. Dus het idee was dat ik dan door middel van mijn bereik mensen daar naartoe krijg. Ja. En de toekomst, hoe zie je het? Commercieel, financieel, hoe gaat dat lopen? Nou, op dit moment probeer ik steeds meer dingen ook te doen voor tv. We proberen ook formatjes te creëren om wat gewoon tv-waardig is, zeg maar. Ja. Alles wat ik doe op YouTube is natuurlijk heel leuk. Maar het is natuurlijk tof als je dat naar een hoger level kan brengen. En dat het zelfs voor tv toegankelijk is. Ja. Weet je, dat ze zeggen van, nou weet je wat, misschien hebben we nog wel... Het is interessant, dus jij wil uiteindelijk wel terug op tv weer. Want je zou ook denken, jouw generatie heeft niets meer met die... Ik ben opgegroeid met tv. Ik kijk pas sinds een jaar of anderhalf niet meer naar tv. Maar je kijkt er ook niet meer naar nu? Weinig. Nee. Alleen voetbal en wedstrijden en dat soort dingen. Ik heb vrienden van mij met kinderen die dan echt voor de tv-scherm staan en dat willen wegvegen. Alsof het een, alsof het een soort van touch-ding is. Nee, precies. Nee, maar ik bedoel, ik denk dat tv iets is voor altijd. Want zo'n gevoel heb ik wel. Ze zeggen altijd van, ja, internet en YouTube, dat is het nieuwe medium. Ja. Maar ik ben bang dat dat over 10 of 20 jaar er niet meer is. En als dat er niet meer is... Heb je zelf ook niks meer. Ja. En die tv vernieuwt ook razendsnel. Hè? Door ook als zodanig interactiever te worden. Natuurlijk. Heel veel mensen natuurlijk programma's. Ik zie het zelf wel ook. Dat ik allerlei van die politieke talkshows die ik een beetje moet volgen. Hè? Als er concurrenten zitten. Wil je toch even zien wat ze gezegd hebben. Ja, precies. Maar ik heb geen zin om tot 12 uur 's nachts op te blijven. Je kan het allemaal makkelijk terugzien. Dat is echt wel een moderne tijd. Maar jij zegt uiteindelijk wil ik toch ook op die tv wel weer doorbreken. Ja. Misschien nog 1 vraag ter afsluiting. Als je nou mijn baan zou hebben. Wat zou jij doen? Ten eerste, wat ik zou doen, joh. Ik zou denk ik eerst... U heeft een eigen kamer als het goed is, toch? Ja, een heel klein kamertje. Dus een klein kamertje? In dat torentje. Ja. Een heel klein torentje met een klein kamertje. Niet een eigen vleugel of iets? Nee. Oh. Dan heb ik het iets mooier in gedachten gehad. Maar het is wel een heel leuk kamertje. Het is natuurlijk een oud torentje, 6 stoelen. En een waanzinnig uitzicht op de Hofvijver. Ja. Dus ik mopper niet, hoor. Het zit heel mooi. Ik had mijn Engelse collega een keer langs en die lag echt op de grond van het lachen hoe klein dat kamertje is. Ja. Toen zei ik, ja, het verschil met Downing Street, waar hij zit in Londen, ja, precies, is dat jij op een blinde muur uitkijkt en ik kijk hier op een prachtige vijver uit. Ja. Dus het is helemaal prima. Ja, maar wat zou ik doen? Ik zou denk ik niet 1, 2, 3 bijvoorbeeld, een want dat kan u ook niet, kan jij ook niet, een wet opeens aanpassen. Dat kan niet. Maar ik zou denk ik gewoon een heel mooi pak aan doen. En dan gewoon een keertje gewoon voor
zo'n tafeltje staan en dan gewoon het land toespreken. Oh, zo'n live toespraak op televisie. Gewoon dat ik één keer kan zeggen van ik ben premier geweest, minister, weet je, van Nederland. En wat zou je zeggen? Hoi. Hoe gaat het met jullie? Nou, met mij gaat het niet even heel goed. Ja, en dan een vlog laten zien. Ja, precies. Ja. Ja, ik zou het sowieso vloggen. Sowieso, dat levert voor heel veel views op. Precies, dat denk ik ook. Ja. Wat zou jij doen als je eigenlijk een vlogger was? Wat zou je dan... Ja, ik heb heel veel momenten. Kan jij ook vloggen? Nou ja, nee. Ik neem aan. Ik moet in het cameraatje blijven kijken. Ja, in de lens, ja. Nou, wat ik zou doen, denk ik, Jozef, is... Ja. Ik maak natuurlijk in mijn werk ook hele gekke dingen mee. Met veel... moet ik jou ook af en toe laten zien? Ja, hij zit er nog steeds, hoor. Ja. Ik ga heel veel werk bezoeken. Naar scholen toe of naar bedrijven. Spreek heel veel interessante mensen. Dus ik zou... Ja, eigenlijk is wel heel erg leuk om... Eigenlijk ook best goed vast te houden, niet ingewikkeld. Ja, is niet moeilijk. Om gewoon daar ook vlogjes van te gaan maken. Ja. Wat ik nu doe is oerzaaie vlogs opnemen, heel soms, als ik op reis ga naar het buitenland. Maar dat is dan 30, 40 seconden, waarin ik vertel wat ik op zo'n buitenlandse reis ga doen. Maar dat is eigenlijk te saai voor woorden. Dus het is eigenlijk veel leuker. Dus ik denk dat ik, hij zit er nog steeds, dat ik gewoon dit meeneem. Tof. En bij een paar werkbezoeken maar zo'n vlogje ga opnemen. Leuk. Ja. Super tof. Gaaf joh. Je moet hem eigenlijk iets hoger. Is zo er? Ja, ook een beetje zo. Oh zo, een beetje zie je? Ja, anders kijken mensen je neus gaat en dat wil je ook niet hebben. Maar zo kun je geen 20 minuten volhouden wel. Ik heb het wel eens... Vrijheidsbeeld. Ik heb het wel eens 15 minuten volgehouden, ja. Oké. Maar dan moet je wel een beetje voor... Ja, moet je een beetje gaan trainen. Ja. Oké, nou, ik ga dit ook doen.